Lopen we? Ik denk het wel. Lieve allemaal, wat ontzettend leuk dat jullie kijken naar de eerste aflevering van dit formatje. Het is een tijdje stil geweest op dit kanaal. Een paar weken geleden was mijn laatste upload. Dat komt deels omdat ik vader ben geworden en ik wil genieten van de roze wolkbubbel waarin we ons begeven. Maar aan de andere kant, ik was ook een soort one-man band hier aan het bouwen. Ik heb hier een set gebouwd omdat ik een formatje heb bedacht. En dat formatje kan zichzelf eigenlijk het beste uitleggen als ik gewoon hier op dit moment even de leader instart. Hey, wat leuk dat je kijkt naar Dit is K***. Wat? Waarbij K***t staat voor korte, uiteenlopende topics. Leuke topics. Even weg van de narigheid, even geen negativiteit. En die topics bepaal jij, als ze maar leuk zijn. Dus, waar word jij blij van? Wat maakt jou vrolijk? Stuur jouw topic, een foto of video, naar info@ditisk.nl en wie weet maak jij binnenkort deel uit van Dit is Kut. Kijk en luister mee naar Dit is KUT. Met dank aan Rody Prins en Jaap Kwakman voor de leader. Die hebben mij ontzettend daarbij geholpen. En wat ik kikken vind aan dit verhaal is dat ik dit allemaal zelf heb aangelegd, heb bestuur, of althans, ik bestuur het nu. Ik ben zelf aan het schakelen tussen camera's. Ik merk nu dat ik bijvoorbeeld een licht niet heb aangezet. Dat soort dingetjes, dat soort kinderziektes zijn nog aan de hand bij aflevering 1. Maar ook een probleem binnen aflevering 1 is dat er natuurlijk nog geen input is van mijn following in het mailadres info@ditiskut.nl. info@ditis.nl. Dus zo'n eerste aflevering kan ik dan het beste vullen met eigen input. Heb ik nog iets leuks meegemaakt de afgelopen tijd? Natuurlijk, ik ben vader geworden. Dus alle aandacht gaat dan naar Joa, maar we hebben ook nog een Kiki rondlopen. En lieve mensen, ik heb me toch iets leuks gedaan met Kiki. En dat zag er zo uit. Waarom dan mama nou huilen? Waar heeft Mars de zin in? Dat ik de sneeuw ga zien en de sneeuw vloggen. Pas op nou! Oh jee. Een weekendje weg naar de sneeuw met je dochtertje, met z'n tweeën, dat is geluk. Papa, ja? Koud. Koud? Naar ja, we gaan naar binnen. Ga maar naar binnen. Help me maar. Een babypet? Dochter ze dat Joa zou komen. Groot. Ga je hem eindelijk maar opeten? Heb je er zin in? Oké, stap er maar in. Lopen. Wow, gaan we wow. Terug. Waar wil je sleien, lieverd? Nou, Kiki, dat is niet normaal. Dit was misschien nu al het mooiste weekend van het jaar. Boink.
Ja, dat is genieten. Ik ben, als ik dit aan het kijken ben, helemaal nog aan het naglunderen. Ik heb dus ooit een vlog van Casey Neistat gezien, een Amerikaanse vlogger. Die heeft 3 kinderen, maar zijn oudste is al een 20er. En vanaf dat dat kind 5 jaar oud was, ging hij elk jaar een papa en zoon tripje houden. En dat heeft hij elk jaar ook gefilmd. En jaren terug zag ik die vlog en toen dacht ik, ja, dat wil ik ooit ook als ik daaraan toe ben. Kiki is nu 4, dus dit was een papa en Kiki avontuur. Ik besef heel goed dat op de schaal van leukheid dit niet te overtreffen is. Laten we eerlijk zijn. Maar goed, het was aflevering 1, dus ik dacht ik leg de lat wel een beetje hoog. Dit betekent niet dat dit het niveau hoeft te zijn van wat jullie mij hopelijk gaan insturen. Het mag zo lichtvoetig zijn als jullie zelf willen. Al is het je kat die spinnend op je schoot ligt te genieten. Dat mag ook. Geef de uitleg waarom jij dat allemaal zo leuk vindt. Want we hebben behoefte aan leukheid, lieve mensen, in deze nare periodes. En ooit, als ik behendig word in het besturen van dit geheel, dan leent deze set zich om een livestream te maken. Dus ik ben benieuwd hoe dit aankomt bij jullie. Laat weten wat jullie ervan vinden. Als jullie nog niet geabonneerd zijn op dit kanaal, doe dat. Vink ook het belletje aan, dan elke upload krijg je meteen mee. En dan hoop ik nog heel veel van dit soort afleveringen te maken. Want ik vind dit wel heel spannend. En deze aflevering kan ik nog in post een beetje gaan nabewerken. Maar uiteindelijk hoop ik dus een livestream te gaan maken. En dan ben ik benieuwd, zitten jullie daarop te wachten? Hebben jullie daar zin in? Maar ik hoop vooral op heel veel input bij info@ditispiep.nl. En dan hoop ik zo snel mogelijk een tweede aflevering te maken. Dus bedankt voor het kijken en tot die volgende. Doei!